welkom weer allemaal. Filippense brief is uit. Oké, nou er komt best wel wat langs het scherm namelijk. Maar dan, als je hulp nodig hebt, dan moet je me zijn. Oké. Ja, we gaan het hebben over boek Daniël. Het is de eerste keer bij Huis van God dat we een heel boek gaan behandelen uit het Oude Testament. En ik kijk er naar uit. Want er staan gewoon prachtige lessen in. Ik hoop dat iedereen een complete Bijbel bij zich heeft. En niet alleen het Nieuw Testament. Heeft iemand alleen het Nieuw Testament? Kan ik bijna niet, hè? Een digitale tijdperk. Oké, ja, het boek Daniël. Nou ja, hoe begin je nou aan zoiets? Meestal begin je maar gewoon met lezen. En dan zie je wel wat het verhaal zegt. Dat is een heel goed startpunt. Ik wil er toch wel iets over gaan zeggen van tevoren, voordat we beginnen. En allereerst dat ik het heel bijzonder vind dat Daniël in Daniël 10 vers 11 een zeer gewenste of beminde man genoemd wordt door een boodschapper van God. Een engel van God eigenlijk. Dat wekt bij mij al de nieuwsgierigheid van wat is er dan zo bijzonder met die Daniël? Nou ja, goed, als je het boek induikt, dan ga je dat wel ontdekken wat er zo bijzonder is aan Daniël. En daar gaan we vandaag al iets van zien. We proberen in ieder geval hoofdstuk 1 te behandelen. 1 hoofdstuk per keer, dat is de insteek. Maar is Daniël nog wel relevant voor ons? Tegenwoordig hoor je veel sprekers, predikanten zeggen, je moet relevante preken brengen. Is Daniël wel relevant? Nou, de vraag is natuurlijk, wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel wat relevant is? Dat is veel interessanter dan wat mensen zeggen. En vaak bedoelen degenen die zeggen, je moet relevante preken brengen, je moet wat meer vertellen wat de mensen graag willen horen. Maar ja, we zijn niet orenkietelaars. Paulus heeft gewaarschuwd, er zullen ook orenkietelaars zijn. Die zullen het gehoor strelen van mensen, juist vertellen wat ze graag willen horen. Ja, ik heb bij de Hebreeënstudie uitgebreid elke week dit vers laten zien in het begin. Dus sommigen kunnen hem gewoon uit hoofd waarschijnlijk al. De Bijbel zegt, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus de Bijbel zegt zelf dat de hele schrift door God is ingegeven. Nou, de directe interpretatie is, dit ging over het Oude Testament, dus dat is door God ingegeven. En die is er, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus ook Daniël, die valt daaronder. Die zal ons onderwijzen, die zal ons helpen om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Maar goed, uiteindelijk geloof ik dat ook het hele Nieuwe Testament, de toepassing van dit vers, geldt geloof ik ook voor het Nieuwe Testament. Want Jezus heeft ook gewoon de gemeenten die Paulus heeft gestart, onder andere de Efeze-gemeente, heeft hij gewoon bevestigd in Openbaring 2 en 3. Dus dat bevestigt al dat die leer ook gewoon door God is ingegeven. Verder zegt 2 Petrus 1 vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift, heeft hij het ook over het Oude Testament, een eigenmachtige uitleg toelaat. Nou, we hebben hier te maken met een profetisch boek, er staan heel veel profetieën, ook verhalen. Maar er mogen geen eigenmachtige uitleggen op toelaten. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. En dus de profetieën die we tegen gaan komen, daar moeten we niet zomaar een eigen interpretatie aan hangen. We moeten gewoon kijken wat zegt de schrift er zelf over en schrift met schrift vergelijken. En er staat ook, u doet er goed aan daarop af te slaan. En dus het is wel degelijk relevant. God wil dat wij daarnaar kijken. En Romeinen 15 vers 4 zegt ook nog, alles wat eertijds, voordat Jezus kwam zeg maar, geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En dus die schriften in het Oude Testament zijn er bedoeld voor ons om hoop te houden. En
ja, te volharden en vertroost te worden door die schriften. Dus ja, ik concludeer dat Daniël super relevant is vanuit Gods perspectief gezien. Nou, en ik luister liever naar Gods perspectief dan naar het perspectief van mensen. Want ja, God is betrouwbaarder dan de mens. Het is ook wel interessant om even te kijken naar wie de schrijver is en de datering. Dit boek heeft best wel wat kritiek gehad op: is Daniël wel officieel de schrijver? Ik vind de kritiek over, ja, eigenlijk bijna te flauw om te noemen. Maar dat is door een, als ik het goed heb begrepen en gestudeerd heb, door een wereldse filosoof bedacht, die weerlegging. Ja, dan vind ik het sowieso wel niet zo heel betrouwbaar. Maar goed, dan zou hij nog hele goede argumenten kunnen hebben. Maar die argumenten zijn ook niet zo heel goed. Het zou te uitgebreid zijn om daarop in te gaan. Voor wie een HSV-studiebijbel heeft, de toelichting staat meteen voorin. Waarom ik geloof dat Daniël mee heeft geschreven, is dat Jezus zelf die verwijst ernaar. Jezus zelf zegt: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Ja, dan is voor mij de discussie eigenlijk al klaar. Als Jezus gewoon erkent dat Daniël dit gesproken heeft, dan heeft Daniël het ook gewoon gesproken. Dan is Daniël voor mij gewoon de schrijver, zeg maar. En ja, waarom ze dat zeggen, is omdat er zo gedetailleerde, er zijn extreem gedetailleerde profetieën in voor over de toekomst. En de kritiek is eigenlijk van, ja, dat kan niet toekomstig zijn omdat het zo gedetailleerd is. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. God die weet alles. Hij is het die alles geschapen heeft. Hij kan vooruit in de tijd kijken. En er zijn wel meer profeten die gedetailleerde profetieën hebben. Bijvoorbeeld Jeremia heeft voorzegd dat Juda op een gegeven moment 70 jaar in ballingschap zou gaan. Nou, dat is ook gewoon gebeurd. Een ander argument is dat Ezechiël zelf, die noemt Noach, Daniël en Job, die noemt hij ook. En ja, dat noemt hij in relatie tot straffen van afgodendienaars, zeg maar. En dat, al zouden hun erbij zijn geweest, dan zouden die niet gestraft worden, zeg maar. En Ezechiël die leeft in zeg maar de 6e eeuw voor Christus. En hij heeft Daniël dus ook gekend. En dan is de vraag, is het dezelfde Daniël? Sommigen zeggen, ja, maar kan ik een koning Daniël zijn? Maar het gaat juist over waarschuwing tegen afgodendienaars. En die koning Daniël was juist een afgodendienaar. En hij wordt hier in hetzelfde rijtje als Noach, Daniël en Job genoemd. En ik vind dit wel ook een sterke, omdat die critici die beweren dat het boek Daniël in de 2e eeuw voor Christus geschreven zou zijn. Maar ook dat is weerlegbaar, omdat die Qumran-rollen, ik weet niet of iemand dat kent, die Dode Zee-rollen, maar die zijn gevonden in 1949 met heel veel Bijbelboeken van het Oude Testament, al van ver voor Christus. En daar zat ook een boekrol van Daniël bij. Nou, de Qumran-gemeenschap die leefde afgezonderd van anderen en van andere Joden. En als die in die tijd geschreven zou zijn, Daniël, dan zou die Qumran-gemeenschap nooit dat boek tot zich genomen hebben, zeg maar. Die hebben het toen al geaccepteerd als een kanoniek boek. Een boek wat geaccepteerd is als door God geïnspireerd en van die tijd. Dus ik geloof dat de schrijver Daniël is. En verhalen in het boek spelen zich af in de 6e eeuw, van 605 voor Christus tot 536 voor Christus. Ik denk, ja, ik noem het toch even. Misschien als je het ooit hoort, dan weet je in ieder geval, er zijn argumenten om dat te weerleggen. En het belangrijkste is dat Jezus zelf zegt dat Daniël die profetie gesproken heeft. Nou, het doel van het boek, het laat in ieder geval Gods soevereiniteit zien. Gods soevereiniteit, dat betekent dat God bepaalt wat er gebeurt. Zonder goedkeuren van de mens. Geen koninkrijk is toevallig en ze ontstaan volgens Gods plan. We zullen gaan ontdekken, en dat vind ik echt hele bijzondere profetieën, en dat Daniël een droom van de koning van het Babylonische Rijk mag gaan uitleggen. En dan legt hij uit welke koninkrijken er gaan komen. En dat strekt zich zo ver vooruit dat het strekt tot voorbij onze tijd.
Zo gedetailleerd gaan die plannen, worden die plannen voorzegd. En wat voor ons is, is allemaal uitgekomen. Dus ik geloof ook dat de rest ook zal gaan uitkomen. Hè? Zelfs de wederkomst van Jezus wordt al genoemd. Het laat ook zien dat echte wijsheid alleen bij God te vinden is. En Daniël wordt echt bijzondere wijsheid gegeven. Hij mag ook gaan meeheersen over de rijken. Het laat zien hoe je stand houdt als gelovige in een goddeloze maatschappij. De Joden werden gevangen genomen naar het Babylonische Rijk. En als er ergens een plek was wat gewoon occult was, vervuld met afgoderij, totaal van God los, dan was het wel het Babylonische Rijk. En daar leren mannen gods, die leren daar om stand te houden en gewoon te staan voor wat God eigenlijk wil van de mens. Het laat zien hoe mannen, ja eigenlijk God doet dat werk, maar het laat zien hoe mannen door hun geloof, in plaats van zich te conformeren aan de wereld, dat ze eigenlijk hun omgeving transformeren. En dat gaan we zien hoe bepaalde keuzes, en dat gaat soms over leven en dood, hè, maar zij conformeren zich niet aan afgoderij, aan andere zaken. Hè, dus in plaats van te conformeren, kiezen ze voor God en dat leidt tot in bepaalde gevallen gigantische transformaties van de omgeving om hen heen. Mensen die tot geloof komen. Dus dat zijn hele mooie lessen. Nou, even een plaatje van het Babylonische Rijk. Het Babylonische Rijk, dat vind je hier. Daniël en zijn vrienden gaan we overlezen. Die zijn gevangen genomen naar Babylon. Ergens vanaf Jeruzalem. En ja, het Babylonische Rijk, dat begon ongeveer 620 voor Christus. En Daniël die maakt koning Nebukadnezar mee. Dat is degene die de stad belegert. En tijdens het verhaal van de vurige oven, voor wie het kent, maar we gaan het anders gewoon behandelen. En visioenen in Daniël 1 tot 4. Een koning die helemaal krankzinnig wordt, omdat hij God niet de eer geeft. Dat maakt Daniël allemaal mee. Maar ook een zoon van hem, Belsasar. Waarbij we op een gegeven moment dat handschrift op de muur zullen zien. Alle voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem, uit het huis van God, zijn geroofd. En Belsasar haalt die tijdens een feest tevoorschijn. En dan verschijnt God ineens met een schrijvende hand op de muur. En waarbij hij te horen krijgt, u bent gewogen, maar te licht bevonden. Maar uiteindelijk wordt het Babylonische Rijk overgenomen door het Mede- en Persische Rijk. En dat is in 539 voor Christus gebeurd dat. En Daniël maakt ook koning Darius mee. En dat is het verhaal van de leeuwenkuil. En dan weer allemaal visioenen en de 70 jaarweken. Dat heb ik al een keer behandeld bij de eindtijdstudie. En dan heb je koning Kores nog. En koning Kores, dat sluit weer aan bij het boek Ezra. Wanneer ze weer teruggaan naar Jeruzalem. En dat is op bevel van koning Kores. Maar waarom laat ik dit zien? Wat is de relevantie hiervan? Ja, ik gooi niet zomaar jullie dood met allemaal namen en getallen. Het is belangrijk om te beseffen dat het boek Daniël over een periode van ongeveer 70 jaar geschreven is. En dat Daniël allemaal koningen meemaakte. En dat eigenlijk al die koningen elke keer Daniël gewoon weer erbij willen hebben. En Daniël had een hele belangrijke rol bij al die koningen. Dus dat vind ik relevante informatie. Te zien dat het 70 jaar geduurd heeft. Hè, dat, en bij verschillende koningen. Het is ook goed om te beseffen dat toen Jeruzalem belegerd werd. Dat Jeruzalem is in drie fasen gevangen genomen. Drie deportaties noemen we dat. Hè, het gevangen nemen van het volk uit de stad. De eerste deportatie was ongeveer 605 voor Christus. En toen werden Daniël en zijn vrienden werden meegenomen. Als we zo lezen in vers 1 en 2 van het eerste hoofdstuk, dan herken je dat meteen op het moment dat dat je dit weet. Ezechiël, die werd later gedeporteerd. En die, dat was hoeveel jaar later? 8 jaar later. En Ezechiël, die noemt ook Daniël weer. Hè? Dus dat is wel relevante informatie. En de derde deportatie was in 586 voor Christus. En toen is Jeruzalem verwoest. Dat is best wel een datum die je mag onthouden.
Want dat zie je best wel veel terugkomen, dat moment. Daar wordt veel over geschreven in het Oude Testament. Het volgende plaatje. Daar ga je misschien even van schrikken. Maar ik zal even laten zien wat het is. Ik geef even wat achtergrondinformatie, zodat we een beetje de setting duidelijk hebben, zeg maar. Ik heb hier een boek. Dat is een chronologie van de Bijbel. Eigenlijk is dat de Bijbel, alleen gevisualiseerd in een tijdlijn. En die kun je helemaal zo uitrollen. Volgens mij past die bij ons niet eens in de woonkamer, zo uitgebreid. En ja, dan zie je eigenlijk vanaf Adam tot en met Abraham en dan op een gegeven moment Mozes en al die verhalen die zie je terugkomen. En dan zie je hier de lijn van Israël. Maar ik zal het even iets groter op het scherm doen, zodat iedereen het kan zien. Je kunt het niet lezen, maar het gaat even om de balkjes. Hier zie je dus die lijn van Israël aankomen. Dat is deze lijn. En die splitst zich hier op een gegeven moment op. Dat heeft te maken met het noordelijke deel van Israël is op een gegeven moment... Of Israël is op een gegeven moment opgesplitst in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. En had je de noordelijke 10 stammen en je had de zuidelijke 2 stammen. Die noordelijke 10 stammen die zijn al een paar honderd jaar eerder zijn ze in gevangenschap genomen. Door continue ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook voorzegd. Die worden door de Assyriërs gevangen genomen. Dan heb je de zuidelijke 2 stammen, onder andere Juda. En die wordt dus in 3 fasen wordt die gedeporteerd. Gevangen genomen. En tegen die tijd is het Babylonisch Rijk. Waarom laat ik dit zien? Niet om jullie gek te maken, maar omdat het gewoon super interessant is. Want je ziet hier op een gegeven moment zie je het Assyrische Rijk. Ja, dat wordt ook gewoon in de Bijbel wordt dat continu genoemd. Maar ondertussen hier staat Babylon. Je had het Babylonische Rijk. Maar het Babylonische Rijk wordt steeds groter. En dan zie je hier Nebukadnezar. Die neemt eigenlijk dat Rijk over. Maar ondertussen, parallel, heb je ook nog de Mede en de Perzen. Die al tegen de Babyloniërs aan het aandrukken zijn. En die nemen dat op een gegeven moment ook weer over. Ja, en dat is belangrijk om te beseffen, want in die tijd zit Juda dus in het Babylonische Rijk, wat overgaat in een Mede-Persische Rijk. Ja, die laatste koning waren Mede en Perzen. Ja, dat zie je daar, zeg maar. Dat was ook een veel groter Rijk. Nou, dat gaan we in detail ook nog wel bekijken met die profetieën die hij gaat laten zien. Maar uiteindelijk heb je op een gegeven moment misschien wel eens van Alexander de Grote gehoord. Dat was iemand die het Griekse Rijk heeft gestart. Dat is deze. En het lijkt een beetje versplinterd en dat was het ook. Hij had 4 generaals, die hebben eigenlijk het Griekse Rijk geleid. En hieronder zie je het Romeinse Rijk zie je opkomen. En dat Romeinse Rijk heeft uiteindelijk helemaal alles opgeslokt, zeg maar. En in de tijd dat Jezus kwam, bestond het Romeinse Rijk. Nou, als je daarop inzoomt hier. Waarom vind ik dit interessant? Dit boek met die tijdlijn heeft mij enorm veel inzicht gegeven in het begrijpen van de Bijbel en de setting van zo'n boek Daniel. Hier zie je Daniel. En je ziet dus ook, hij leefde ongeveer net toen, zeg maar. Maar in die tijd leefde ook Jeremia. Oh, dat is interessant. Dan kan Jeremia ons waarschijnlijk ook informatie verschaffen over wat hier gebeurd is. Je ziet Ezekiel dus. Hier zie je Habakkuk. Nou, en uiteindelijk komen ze hier dan terug. En dan zie je Ezra en Nehemia. Stanley heeft over Nehemia gesproken. Dat is de tijd van de wederopbouw. En dus dat is eigenlijk even de setting, zeg maar. Nou, ik stel voor dat we gewoon het hoofdstuk gaan lezen. En dan gaan we vers erheen. En dan wordt de rest vanzelf wel duidelijk. Wie zou het luid en duidelijk kunnen lezen en niet al te snel? Voor de ijs, hè? Ik wil wel. Ja? In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand.
en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid. Ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf aan hun andere namen. Daniel noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen dat hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hoveling zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? Wie zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen? Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Anania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hem op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning kwamen. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Anania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen onderzoek, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Dankjewel. Ja, als je dus die achtergrondinformatie niet hebt en je begint zomaar te lezen, dan je begrijpt al wat er gebeurt, maar het geeft toch duidelijk de setting weer. Nou, wat ik eigenlijk net al vertelde is, in het 3e jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, nou, die zien wij hier, die naam. Toen kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Nou, daar hebben we het net over gehad. Maar dit is allemaal geen toeval. Hè? De Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Het was Gods werk en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Het is wel goed om even kijken. Ik heb 3 versen die ik op zou willen zoeken. Kan iemand 2 Koningen 24 opzoeken? Ja, en iemand Jeremia 27, vers 5 tot 8. Ja. En iemand
2 Koningen 20, vers 17 en 18. En die van 2 Koningen 24, dat is vers 1 tot en met 4. Ja. Zou je die willen lezen? In zijn dagen trok Nebukadnezar, de koning van Babel, op en Jojakim werd gedurende 3 jaar zijn dienaar. Daarna kwam hij opnieuw tegen hem in opstand. Toen zond de Heere de bende van de Chaldeeën tegen hem, de bende van Syrië, de bende van Moab en de bende van de Ammonieten. Hij zond hen tegen Juda om het om te brengen. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaren de profeten. Ja, naar het bevel van de Heere gebeurde dit in Juda, om hen van voor zijn aangezicht weg te doen vanwege de zonde van Manasse, vanwege alles wat hij gedaan had. En ook vanwege het onschuldig bloed dat hij vergoten had. Hij had Jeruzalem met onschuldig bloed gevuld. Daarom wilde de Heere geen vergeving schenken. Ja. Ja, daar, hier zie je dus, dit is echt een ernstig oordeel, hè? Dat eigenlijk de volk, Juda in gevangenschap genomen is door, hier heb je koning Manasse, dat was echt een verschrikkelijke koning, die dode bezweerders raadpleegde en zo, maar ook mensen door het vuur liet gaan, dat is kinderen offeren aan de Moloch. Hij heeft ook zelf een zoon geofferd, hij heeft God echt tot ernstige toorn verwekt. En er waren al heel veel koningen voor hem die het ook al niet zo prettig deden. En dus er waren al waarschuwingen. En Manasse deed het nog eens een schepje bovenop. En dus er was een paar koningen voor Jojakim. Dus we zien dat dit geen toeval is. Dit is een oordeel van God. Nebukadnezar wordt eigenlijk als zwaard gebruikt. Of als hamer, om het zo maar te zeggen. En ik kan de volgende Jeremia 27 vers 5 tot 8 lezen. Door mijn grote kracht heb ik de aarde, de mensheid en alle dieren gemaakt. Ik geef die in eigendom aan wie ik wil. Zo ga ik u nu al uw landen geven aan mijn dienaar, koning Nebukadnezar van Babel. Ik zal hem zelfs laten heersen over de wilde dieren. Alle volken zullen hem, zijn zoon en zijn kleinzoon dienen, zodat zijn tijd om is. Dan zullen vele volken en grote koningen Babel veroveren en hen tot slaaf maken. Onderwerp u aan hen en dien hen. Buig uw koppige nek onder het Babylonisch juk. Ik zal elk volk dat weigert zijn slaaf te zijn schaffen. Ik zal oorlog, hongersnood en ziekte op dat land loslaten tot hij het totaal heeft vernietigd. Ja, ook hier zie je duidelijk dat het is Gods werk. God heeft de aarde gemaakt, de mensen, vee die in het aardoppervlak zijn. Ja, en het is ook zijn werk dat hij die macht hier in Nebukadnezar's hand geeft en hem gebruikt als een oordeel op Jeruzalem. En die van 2 Koningen 20, daar wachten we nog heel even mee. Maar je ziet dus dat in vers 2 een deel van de voorwerpen van het huis van God, die worden dus eigenlijk naar. Hij bracht die naar het land Sinear. Naar het huis van zijn God. Nebukadnezar brengt alle voorwerpen van de tempel naar de tempel van zijn afgod. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En die voorwerpen zullen we dus later terug zien komen bij het verhaal van Belshazzar. Wanneer hij een groot feest viert. En eigenlijk een beetje spot met de God van Israël. Van kijk eens naar mijn macht en diezelfde avond zal hij nog sterven. En dus het is echt niet dat God hier de controle kwijt is, maar hij heeft volledig de touwtjes in handen. Maar is bezig een oordeel uit te voeren over Juda, wat voorzegd was. En later in Daniel zullen we zien dat hij ontdekt in het boek van Jeremia dat maar 70 jaar zal duren. En dan in vers, wat ik ook nog zeggen wil, is dat het doel van Israël was eigenlijk, dat zie je op meer plekken, maar dat zegt hij ook tegen Jesaja. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de heidevolken. Het doel van Israël was dat ze een licht zouden zijn voor de heidevolk. En dat gaan ze ook nog steeds zijn, want als God iets zegt, dan gaat hij dat ook doen. Maar nu zijn ze een periode aan de kant gezet. Toen, 70 jaar, maar nu opnieuw. En daar zit natuurlijk ook wel weer een les voor ons in. Ja, want we hebben net de Filippenzenbrief doorgenomen. En daar staat ook dat wij als
lichten schijnen in het slechte en ontaarde geslacht, zeg maar. Ja, en dat we met vrezen en beven aan onze zaligheid moeten werken, zeg maar. Maar in Efeze, in Openbaring 2, als Jezus tot 7 gemeentes spreekt om ze te evalueren, zegt hij tegen een van de gemeentes van, ja, ik heb tegen u dat je eerste liefde hebt verlaten. En dat is eigenlijk niet meer oprecht in zijn weg wandelen. Hij zegt, bekeer je, anders zal ik de kandelaar van u wegnemen. En eigenlijk zie je hier dat God gewoon even het licht uitzet voor ze. Ze moeten gewoon een tuchtiging ondergaan. En dat is eigenlijk de context van deze situatie. En dan zie je in vers 3. Toen beval de koning, dat is koning Nebukadnezar, aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Nou, dat is heel bijzonder dat er mensen uitgezocht gaan worden, zeg maar, die dan moeten kunnen dienen in het huis van de koning. Maar ook dat is al voorzegd. En wie kan dat lezen uit 2 Koningen 20 vers 17 en 18? Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heer. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. Ja, dit werd gesproken, een profetie tegen koning Hiskia. Koning Hiskia, dat was deze koning. Er wordt al voorzegd dat zonen van de koning en hovelingen, geloof ik, in ieder geval dat die gaan dienen in het rijk van Nebukadnezar. En dat zie je hier gewoon gebeuren. Hè? Dat Nebukadnezar gaat mensen uitkiezen om te dienen voor hem vanuit het koninklijke geslacht en hovelingen. Het is echt zo bijzonder dat bijna elk vers wat je hier leest is geen toeval. Het is gewoon God aan het werk. En terwijl je mogelijk zou denken van, hey, is God hier de controle aan het kwijtraken? Maar dit is voorzegd. Het is bijzonder. Ja, er worden hele hoge eisen gesteld aan die mensen die moeten gaan dienen in het paleis van de koning. Ze moeten allereerst uit Israëlieten zijn dus. Uit het koninklijke geslacht en de edelen. Dus hoge plaatsen mensen, mannen van status, zeg maar. En het moeten ook jonge mannen zijn, zonder enig gebrek. Knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dus ja, het wordt steeds meer getrechter. Ze moeten knap zijn, ze moeten heel verstandig zijn. En niet alleen maar verstandig, ze moeten ook nog met verstand kunnen communiceren, zeg maar. Anders kun je weer niet dienst doen in het paleis van de koning. Ja, en dan komt het eigenlijk. Men moet hen gaan onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dit zijn jonge mannen. Waarschijnlijk waren ze tussen de 15 en 20 jaar, want Daniel schrijft over een periode van 70 jaar. Toen hij in de leeuwkuil gegooid werd, was hij waarschijnlijk tussen 80 en 90 jaar. Dus het zijn gewoon jonge gasten. Die kunnen ze nog lekker kneden en vormen. En wat je hier eigenlijk leest is, ze gaan gewoon een totale brainwash. Ze moeten een totale brainwash ondergaan. En ze moeten onderwezen worden in de schriften, in de taal van de Chaldeeën. Ja, dat is een en al occult. Dat is vanuit een andere bron met hele andere filosofieën. En 3 jaar lang moeten ze de taal gaan leren en alles, alle gewoontes gaan leren. Ze gaan in opleiding eigenlijk om te leren hoe je een echte Babyloniër gaat worden.
Ja, we hebben ook gezien dat dit mannen zijn die met de Heer willen wandelen. En als jij zo gebrainwashed wordt, dan is dat niet prettig. Probeer je voor te stellen dat je naar een heel extreem moslimland gedeporteerd wordt. En je moet daar al hun gewoonten met alles, je moet al hun gewoontes gaan leren. De taal leren, je moet meedoen met hun religie, met hun alles wat zij doen. Dat is niet makkelijk. En dus eigenlijk zie je hier een morele crisis ontstaan. Wat we later ook zullen zien waar Daniël op in gaat spelen. Een morele crisis. Hoe kan ik mijn geloof nog uiten in een omgeving waar eigenlijk van mij verwacht wordt dat ik compleet gebrainwashed word? Maar goed, eigenlijk zitten wij er ook niet heel ver vandaan. Ik bedoel, op school moet je ook maar gewoon de evolutietheorie leren en de goede antwoorden invullen bij een toets of allerlei andere wereldse zaken waar je misschien niet achter staat. Ja, en het is bijzonder om te zien hoe deze mannen hiermee om zullen gaan. En alsof dat nog niet genoeg is, hè, dat ze in hun denken onderwezen moeten worden en in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En voedingspatronen moeten ze gaan aanpassen. Dan zegt eigenlijk die koning ook nog van, ja, ik ga hun ook nog andere namen geven. Onder hun waren uit de Judeërs, en hier wordt Daniël voor het eerst geïntroduceerd. Onder hun waren uit de Judeërs Daniël, Hananja, Misael en Azaria. En Daniël en zijn drie vrienden. Hè. Het verhaal van Daniël of de vurige oven. Wat in Daniël staat, zeg maar, hè, dat waren die vrienden van Daniël. Dit zijn ze, dit zijn die mannen. En dat hoofd van die hovelingen, die over die mensen gaat, die gaf hun andere namen. Daniël noemt hij Belsasar, Hananja, Sadrach, Misael, Mesach en Azaria, Abednego. En dan denken we van, ja, waarom staat deze informatie? Waarom moeten wij dit weten? Is het trouwens warm of ligt dat aan mij? Moet ik een raampje op de kier zetten? Of? Dat ligt aan. Ja, het is best wel warm. Zeg je? Officieel natuurlijk niet, maar hij zit ook op de ring hiernaast. Het is een teken zelfs. Lekker op de ring. Oh, oké. Okay. Nee, moet ik een raampje op de kier zetten of niet? Nee, hoeft niet. Nee? Voor Talita wel. Nee, zelfs ik vind het niet warm. Oh, niet warm. Oké. Ja. Die kan van de zaal misschien af. Ja, oké. Ik heb ook koud. Koud zelfs? Oké, okay, ja. Ik heb de verwarming al zo gezet. Ja. Maar. Je ziet dus eigenlijk, omdat Daniël straks ingaat over die voedselgewoonte, zeg maar. Er begint een morele crisis te ontstaan, maar nu gaan ze eigenlijk ook soort van aan hun identiteit komen. Zelfs hun naam wordt veranderd. En in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, hebben namen heel vaak een betekenis. En trouwens tegenwoordig ook nog gewoon. Alleen vaak heeft het een betekenis die ook nog betekenis heeft voor hun leven, zeg maar. En dat zie je vaak terugkomen in de Bijbel. En de betekenis van de namen van Daniël, Hananja, Misael en Azaria, het zou me niks verbaasd hebben als de betekenis van de namen alleen al hun met regelmaat moed gaf. Daniël zegt, God is mijn rechter. Nee, je zult ook zien dat God gewoon op bepaalde momenten gewoon ingrijpt. En dan kan een koning nog zoveel macht hebben. En dan gaat een koning op een gegeven moment God de eer geven, omdat hij ziet dat de God van Daniël zo machtig is. Hananja betekent de Heere toont genade. Nou, genade hebben ze hard nodig op bepaalde momenten. En Misael betekent wie is als God? En Azaria betekent de Heere is mijn hulp. En deze elementen zie je eigenlijk allemaal terugkomen, ook in het boek Daniël. Alleen wat heel cru is, als jij kijkt naar de betekenis van de namen die ze krijgen. En dan concludeer je bijna van, nou, die Babyloniërs, die wisten gewoon wat die namen betekenen. Dat wees veel te veel naar hun god. Dat wees veel te veel naar waar zij vandaan kwamen. Belsasar, Daniël krijgt de naam Belsasar. En dat betekent de dienaar van Bel. En Bel, en dat zien we, het komt van Bel. Bel, dat is een verbastering van Baal.
Of Baal, Beelzebul, Baal. Baals dienaar. Ja, dat is hij natuurlijk helemaal niet. Of Bel beschermt zijn leven. Sadrach betekent bevel van Aku. Dat was de maangod van die tijd. En Mesach betekent wie is als Aku? En dat is die maangod. En Abednego is dienaar van Nebo, Nego. En zo zie je dat ja, ze eigenlijk zelfs de identiteit van hun namen willen veranderen. Maar het mooie is, ja, de mensen kunnen aan de buitenkant proberen ons te veranderen of gelovigen te veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat iemand van binnen ook zal veranderen. Het mooie is in vers 8, daar zie je dat Daniel, die neemt zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Ja, hoe ga je dat nou doen als de koning heeft gesteld wat ze moeten gaan eten? Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, en dat is die Aspenas, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Nou, dat is op zich al best dapper dat je gewoon, ja, kunt gewoon een vraag stellen. Hè? Stel, jij moet iets doen voor je baas of zo, kun je altijd eens beginnen, en je staat er niet achter, kun je altijd eens beginnen met de vraag, vind je het goed als ik dat niet doe? Hè? Dan kun je altijd kijken van wat wordt de reactie. Ik wou iets zeggen, maar dat skip ik even. Maar het belangrijke is om te zien in de eerste zin van vers 8 zegt hij, ja, hij nam zich in zijn hart voor, hij heeft zich echt in zijn hart voorgenomen, dit wil ik niet, dit gaat echt tegen mijn principes in. Ja, hiermee ga ik zondigen tegen God, want hij nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Het lastige is dat wij niet per se precies weten waarom hij zich zou besmetten. Het kan zijn omdat er afgodenvlees tussen zat. Maar het kan ook zijn omdat hij misschien varkensvlees moest eten. En de Joden mochten alleen maar volgens Leviticus dieren eten met een gespleten voorhoef en die herkouden, zeg maar. En dus bijvoorbeeld van schapen, van runderen mochten ze eten, maar varken niet, dat weten we niet. Maar hoe dan ook, in welk geval, hij wordt daardoor besmet. Omdat er later gezegd wordt dat ze er gezond uitzien, zou het best kunnen zijn dat met de voedselwetten te maken heeft. Ik hou mezelf niet aan die wet, omdat wij zijn vrij van die wet, maar ik eet zelf geen varkensvlees. Als ik varkensvlees eet, heel soms doe ik het nog wel eens, nou heb ik gelijk ergens een puist in mijn nek of zo. Ik ken heel veel mensen die daar toch wel iets aan overhouden. Alleen, ik denk wel als we dit lezen, dat het ook belangrijk is om even te beseffen van hoe gaan wij hiermee om? Wat is de context? We lezen in het Oude Testament, maar in het Oude Testament zal heel veel gerefereerd worden naar de wet van Mozes. Er zijn mensen die zich bezighouden met Daniel diëten en geloven dat het goed is, want het staat in de Bijbel, het is Bijbels. Maar ik geloof niet dat vandaag de dag dit gedeelte daarvoor bedoeld is. Hè, want het was gewoon in beide gevallen, het was een gebod van Mozes natuurlijk. Om niet met afgodenvlees, om dat niet te eten. Maar ook geen verontreinigd voedsel. Hè, dus van de varken of dat soort dieren. Nou zijn er natuurlijk nog wel een paar, met afgodenvlees hebben we toen met 1 Korinthe 8 over gehad. Ook ons wordt gezegd in Handelingen 15 niet met afgodenvlees om dat niet te nemen. Maar er zijn, Paulus zegt er later nog wel wat meer over. Maar dat kun je luisteren in de preek van 1 Korinthe 8. Onze opdracht is leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft, niet wat Mozes geboden heeft. En natuurlijk zijn we vrij om bepaalde voedsel achterwege te laten en anderen niet. Maar ik geloof niet dat dat de grote les is hieruit. Nou, Handelingen 15 noemt. Wat zeg je? Ik zeg maar, eet wel eens vrij vet vlees van roze runderen. Van roze runderen? Ja. Oké. Nou, in Handelingen 15 vind je wat wij nog wel. Volgens mij snap ik hem niet helemaal. Oh, roze runder. Ja. Roze runder. Ja.
Handelingen 15 vind je wat wij nog moeten houden van die oude wet. In Colossenzen 2 vers 16 staat dat wij niet meer veroordeeld moeten worden in zaken eten, drinken, op het punt van feestdag of nieuwe maan. Dus deze dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Nou, hebben we pas ook heel uitgebreid behandeld, hè, met Filippenzen. Ja? Ja, ik moest ergens aan denken, want in het Nieuw Testament staat toch ook van over het vlees en zo. En dat er staat van, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Ja. Dus daarom denk ik, ja, ik heb het altijd gelezen als een wonder, zeg maar, dat ze alsnog zo sterk waren. Oh, oké, oké. Gewoon alleen planten aten en dat ze dan alsnog zo sterk waren. Oh ja, sowieso. Je hebt het een klein beetje verkeerd onthouden, volgens mij. Het staat in Romeinen, maar staat niet wie, er staat alleen wie zwak is van geloof. En volgens mij gaat het daarom juist om het behouden van de oude voedselwetten. Waarin de Paulus zegt van die oude voedselwetten die zijn niet meer nodig. Alleen wie zwak is van geloof, die houdt zich daar nog wel aan. En daarom moet je die personen niet je moet die personen daar gewoon in laten. Ja. Ja, hij begint een stuk met aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En dan, de een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Dat, in die zin bedoel je. Ja. Romeinen 14 vers 1 en 2. Maar goed, het ging mij even niet om hier diep op in te gaan, maar ik laat het even zien, omdat ik geloof dat de context, dit waren wetten voor de Joden, zeg maar. Ik geloof dat de les is die wij eruit mogen leren, is dat wanneer wij iets tegenkomen, zeg maar, binnen een goddeloze maatschappij, en ja, er wordt iets van ons verwacht wat tegen Gods woord ingaat, hoe ga je daar dan mee om? Dat is volgens mij voor ons de toepassing die wij eruit kunnen halen. En natuurlijk is de directe interpretatie is dat zij zich aan de voedselwetten wilden houden. Dat geloof ik, hè, want ze wilden zich niet besmetten. Dus ja, wat ik eigenlijk meteen zie bij een Daniel. In Daniel 10 zien we ook dat hij boeken tot zijn beschikking had. Ook Jeremia, het boek Jeremia. En dat was wel veel later. Maar ze waren wel op de hoogte van het woord van God. Als je ook weer terugkijkt naar dat schema. Dan zie je, koning Josia heeft een complete reformatie doorgebracht in het land. Die heeft met zijn volle hart zich tot de Heer bekeerd. Het hele land moest ze bekeren, de Heer volgen. En het kan goed zijn dat die jongens deze tijd nog hebben gekend. Of in ieder geval het van hun ouders gehoord. En daarom er nog goed mee, van op de hoogte waren. Ja, wat ik zie in Daniel is een iemand die echt als Psalm 1, hè, iemand die de wet van God overdenkt in zijn hart, of bij dag en nacht, en niet wil zitten in de raad van de goddelozen, in de kring van de spotters en zo, en die met zijn hele hart de Heer wil volgen. Spreuken 4 vers 23 zegt ook: bescherm je hart boven alles wat te beschermen valt. Daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus ik denk, ja, een belangrijke les van wat wij hier kunnen leren is, hè, in het niet conformeren aan de wereld, maar ja, een leven leiden, hè, wat de wereld juist transformeert, is dat we ons echt in ons hart voornemen hoe wij gaan handelen. En daarom is goed het woord van God sowieso van tevoren al te kennen, zodat we niet voor verrassing komen staan. Dat als iets op ons pad komt, dat we meteen het goede voornemen kunnen nemen, zeg maar. Van hoe we hierin kunnen gaan handelen. En dat vergt ook toewijding. En Daniel die wijdt zich hier toe aan het woord van God. Om zich niet te conformeren aan wat eigenlijk van hem gevraagd wordt door die goddeloze maatschappij. Ik vind het hier ook cool dat hij opkomt voor zijn vrienden. Hij, hij doet het eigenlijk namens, hij is gelijk voortrekker voor de rest, lijkt het wel. Zo mogen we ook elkaar meenemen in bepaalde keuzes die we maken. Ja, ja, hij vraagt in eerste instantie voor zichzelf, maar uiteindelijk worden ze allemaal erin meegenomen. Ja. Ja. Ongetwijfeld met dat doel in gedachten. En in vers 9 zien we: God gaf Daniel genade en barmhartigheid
bij het hoofd van de hovelingen. En dat vind ik zo mooi, dat ondanks deze situatie, dat ze eigenlijk helemaal gehersenspoeld moeten gaan worden, gebrainwashed, helemaal eigenlijk... Hun omgeving vraagt ze eigenlijk om van identiteit te veranderen. En Daniel wil dat niet. En Daniel was een man, leren we later, die ook gewoon echt een gebedsman was. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En dan zie je zo ook, hè, we hebben nooit een verzoeking, we krijgen nooit verzoekingen dan menselijke. En God zal ons niet laten verzocht worden boven hetgeen wat we aankunnen, maar hij zal met de verzoeking altijd een uitkomst brengen, zodat wij die kunnen verdragen. Wij halen ook heel vaak spreuken 3 vers 5 en 6 aan, hè? Vertrouw op de Heer met heel je hart en zo. Maar het vers daarvoor is ook heel interessant. Er staat, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mensen. Dus aan de ene kant van ons uit wordt dat verwacht, om gunst en goed verstand te vinden. En tegelijkertijd zie je dat het hier God is die dat geeft. God kan dat geven, dat we genade vinden in de ogen van mensen. En dat hebben we soms nodig. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zal gebeuren. Soms gebruiken mensen ook als een tool om ons juist te beproeven. Maar het hoofd, vers 10, het hoofd van de hovelingen, zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Ja, in die tijd was zo, als je gewoon eigenlijk tegen de koning inging, liep jij gewoon het risico dat hij, als hij in de verkeerde bui was, dat was gewoon, hakkie-tjakkie weg hoofd, zeg maar. En nou zegt hij eigenlijk, ja, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. En hij denkt dan, waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen? Hij gaat er vanuit van, ja, maar de wetenschap van het Babylonische Rijk, dat gaat natuurlijk veel slechter eruit zien. U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Ja, en op een of andere manier, lijkt het wel dat Daniel merkt dat hij gunst en genade vindt in zijn ogen. Durft hij toch nog een keer te vragen. Daniel zei tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten. En water, zodat wij dat drinken. Laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En dan staat er, hij luisterde naar hen in deze zaak en 10 dagen stelde hij hen op de proef. Ja, Daniel had kunnen zeggen van, laat dan maar zitten. Maar op een of andere manier geeft God hem gewoon wel wijsheid om te antwoorden. En zegt hij niet van, hij gaat niet drammen, maar hij stelt eigenlijk de vraag van, ja, kunnen we hem dan, stel ons dan maar op de proef. Laten we gewoon een test doen. Maar eigenlijk zie je hier al de eerste stap in geloof, hè, bij Daniel. Hij doet een stap in geloof, hij weet gewoon... Ik moet God gewoon gehoorzamen. Laten we het dan gewoon testen. En ja, misschien komt God me tegemoet. Ja, je weet niet of hij dat allemaal denkt. Maar hij neemt een stap in geloof. En ik geloof ook dat dit hele traject, dat dit al een voorproefje is op wat dat God ze aan het voorbereiden is voor het grotere werk en de grotere beproevingen. En God geeft ons vaak eerst wat kleinere testen, wat kleinere beproevingen om klaar te zijn voor de volgende. Dan denk je, zo, nou, dat was een overwinning. En dan heeft God weer het volgende om ons geloof echt te laten groeien. En zodat hij steeds meer verheerlijkt wordt. Het is ook wel opvallend dat ze 10 dagen voorstellen. 10 dagen op de proef. In de Bijbel heb je heel veel getallen. Die komen heel vaak voor in de Bijbel. Die hebben soms een betekenis. Je moet er ook mee oppassen dat je niet naar een soort Joodse kabbala doorslaat. Maar
Maar 10 wordt heel vaak gelinkt aan beproeving of test. En dat zie je al bij Jacob en Laban. Zegt Jacob, ja, je hebt 10 keer heb je mijn loon heb je veranderd. Hè? 10 keer heeft hij hem getest en beproefd. Je hebt de 10 plagen in Egypte. Een zware test voor het land, maar ook voor de Joden. Je hebt op een gegeven moment in Openbaring 2 en 3, bij de evaluatie van Jezus in de gemeenten. En dan is één gemeente zegt, je zult een beproeving hebben van, verdrukking hebben van 10 dagen. Dus het wordt steeds gelinkt aan beproeving. Het is best wel een interessante studie op zich. Gewoon kijken hoe die, waarom het is, weet ik niet. Maar het getal 12, het getal 7, het getal 40, zie je gewoon heel veel terugkomen. Het getal 10 ook wel. Ik wil ook niet al te veel waarde aan hechten, maar het is wel interessant. Ja. Nog een vraag. Het valt mij op dat Daniel nu ineens tegen de kamerheer aan het praten is. En niet tegen het hoofd van de hovelingen zelf. Dus ja. Het lijkt erop dat de hoofd van de hovelingen hem heeft afgewezen. Ergens. En dat hij het nu bij de kamerheer opnieuw probeert. Een graadje lager, zeg maar. Het zou kunnen. Ik heb die switch ook gezien, maar ik weet niet die hoveling die zal. Dat was het hoofd van de hoveling, hè? Ja, de kamerheer heeft door het hoofd aangesteld, hè, staat er. Dus neem aan dat hij een beetje lager staat. Ja. Ja. En dat hij dus. En mogelijk. Nou goed, voor de rest is het allemaal inleg. Speculeren dan. Maar het viel me wel op. En het lijkt er wel op alsof Daniel toch gewoon nog even heeft moeten doorzetten. Ja. Ik lees dat het een hoofd is. Waar tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld. Ja, maar die klemtoon kun je in die zin op twee manieren leggen. Ja. En die gaat er niet aan. Maar het is logisch dat hij hogerop staat, toch? Lijkt mij. Als je het aan één iemand vraagt en dan ga je daar aan iemand anders die daaronder staat. Dat is nee, ja, het hoofd van de hovelingen. Is aangesteld door de kamer weer. Nee, dat zou volgens mij qua titel dan ook een beetje raar zijn. Maar en die kamerheer die moet gewoon voor hun eten zorgen. Dat zie je later ook terugkomen. Toen gebeurde dat de kamerheer hun gerechten. Die deed het allemaal. En het is raar dat de hoofd van de hovelingen daadwerkelijk eten. Voor je neerzet en gaat weghalen. Dat zou ook weer een beetje. Ja. Uit de andere vertaling blijkt ook dat het inderdaad meer de kamerheer aangesteld door het hoofd is. Ja, op zich niet. Er is een switch, maar. Niet super relevant voor het verhaal, denk ik, maar... Het is wel een andere persoon. Het is een andere persoon en hij geeft niet op. Dan zou je eruit kunnen concluderen. Ja, wat zeg je, dat je als de slang of de duivel moet zijn, hoe gaat die tekst? Slim als de... Ja, sluw als de slang, oprecht als de duivel of zo? Voorzichtig als de slangen. Oprecht als de duivel, ook. Ja. In ieder geval slim. Ja. Nou, in ieder geval, hij doet het voorstel. En die man die luistert dus naar de zaak, vers 14. En 10 dagen stelt hij hem dan op de proef. En aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Dus die anderen gingen gewoon door. En deze jonge mannen zagen er gewoon knapper en gezonder uit. En dus gewoon een wonder na 10 dagen wat er gebeurt. Of het effect van dat voedsel, dat kan ook. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, vers 16, hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken, wegnam. En dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Vers 17, aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En dan zie je toch wel heel duidelijk dat God echt bij hun is. En God heeft ook gewoon een plan met hun. Hij heeft een plan met hun op de plek en de positie waar ze zijn.
En of dat nou hoge plaats is bij een hof van de koning, of dat het ergens bij je werk is, of waar je ook maar komt. Ik geloof gewoon dat God op de plek waar jij bent, waar jij dagelijks opereert, heeft hij een taak voor jou en rust hij de mensen ook toe tot die taak. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. We zien ook in Jacobus 1 vers 5, als iemand wijsheid tekort komt, laat hij die aan God vragen. God zal dat geven als ze erin geloven om vragen, maar we moeten niet twijfelen, want dan, dan zijn we twijfelachtig en dan zullen we twijfelachtig zijn in al onze wegen. Maar je ziet eigenlijk continu, God is hierbij betrokken in het hele verhaal. Vanaf het oordeel, vanaf de gevangenschap, maar ook bij mensen die nog wel God willen volgen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid. En nu zien we dat God kennis en verstand geeft. Nou, we hebben natuurlijk ook de gave van de geest allemaal besproken recentelijk. God geeft nog steeds gaven aan mensen om hem te kunnen dienen. Sowieso natuurlijke gaven vanaf de geboorte, maar ook geestelijke gaven. Ja, en de inzichten die aan Daniël gegeven worden, dat is echt gewoon bizar. Dat zullen we ook gaan zien in het volgende hoofdstuk bij die eerste droom van Nebukadnezar. Dat hij die droom weet te vertellen, wat hij gedroomd heeft en de betekenis ervan. En eigenlijk tot en met hoofdstuk 6, daar legt Daniël vooral dromen van anderen uit. En later gaat God Daniël zelf visioenen geven met de betekenis. En dat zijn grootse visioenen. Dat zijn plannen van God voor de mensheid die geopenbaard worden. Die uiteindelijk door andere profeten nog aangevuld worden. En daarbij wordt ook gezegd van de kennis zal toenemen. En velen zullen het onderzoeken wat God aan Daniël geeft. Het is ook mooi als je het boek Spreuken leest, waar God enorme wijsheid aan Salomo heeft gegeven. En daar staat, en de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Het begin van de wetenschap. Als we de Heren gaan vrezen, dan begint er wijsheid te komen en wetenschap. In vers 18, aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En dus kennelijk, de koning wist hier toch van, of het nou vooraf of achteraf was. In ieder geval, hij laat ze komen. Hij is volgens mij wel geïnteresseerd in dit experiment. Oh, durft iemand het op te nemen tegen onze wijze voedselgeleerden? Nou, laat ze maar eens komen dan. En de koning die spreekt met hun in vers 19. De koning hoogstpersoonlijk spreekt met hun. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. Nou, op een of andere manier heeft hij de conclusie getrokken van deze gasten die zijn gewoon echt bizar. Hij heeft ze onderzocht en we weten hier, ze traden in dienst van de koning. Punt. Ja? Was het niet überhaupt een periode dat al die mannen onder zich bezig werden en dat daarna door de koning werd gekeken? Ja. Wie er geschikt was. Volgens mij wijst het naar vers 5. Ja, dat het met het totaal te maken heeft van die drie jaar. Denk ik. Niet per se vanwege dat feit dat hij anders had. Ja, dat hij nu weer switcht naar het einde van die drie jaar in plaats van die 10 dagen. Ja. Hij had gezegd dat dit wijst naar wat de koning had gezegd. En de koning had die drie jaar gezegd. Ja, oké. De koning had niks te maken met het dealtje dat hij had gesloten. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Oké, bedankt voor de aanvulling. En dan zie je in ieder geval dat zoals Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Er werd niemand gevonden zoals hun. Maar wat in vers 20 staat, dat is wel gewoon echt heel bijzonder. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En dan zie je dat God hun echt enorm gezegend heeft
wijsheid en inzicht, dat hij ze 10 maal beter vindt dan die magiërs en bezweerders. En we zien ook gelijk dat ze echt in een hele occulte omgeving zaten. Hè, tussen de magiërs en bezweerders in. Dit zijn gewoon, ja, duivelse mensen, zwaar bezeten door demonen. Daar staan hun tussenin, zeg maar. En God laat gewoon zien van, ja, de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Dat openbaart hij gewoon aan die koning. Het is natuurlijk dubbel. Aan de ene kant is dat gaaf, dat ze 10 maal beter zijn. Maar aan de andere kant zullen we later ook zien dat de wijsheid van Daniel ook mensen tot enorme jaloezie gaat verwekken. Wat uiteindelijk weer leidt tot dat hij in de leeuwkuil geworpen wordt. De koning had een goed onderzocht, hij heeft een ondervraagd, zien we ook in vers 20. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg. En die heeft gewoon onderzoek gedaan, die heeft vergeleken. Vond hij hen dus 10 maal beter dan iedereen die er in zijn... Of dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Nou, wij lezen die verhalen natuurlijk achteraf als het al voltrokken is. En dan denk je van ja... Ja, je moet ook gewoon met de Heer wandelen natuurlijk, dat is logisch. En dan kan hij wonderen doen. Maar ja, probeer eens in te leven dat jij daar zelf had gestaan. Hè? Dat je namen worden veranderd, je wordt helemaal gebrainwashed. En ja, wat doe jij dan? En dat is volgens mij de vraag die dit op moet roepen. Van onze situatie zal nooit 100% zijn als de voorbeelden in de Bijbel. Maar wat doen wij in situaties... Durven wij stappen in geloof te nemen op basis van wat God zegt? En vertrouwen we dan dat zijn weg de beste is? Dat hij mogelijk een wonder gaat doen? Ook de 3 vrienden worden in de vurige oven geworpen, zullen we straks zien. En dan zie je dat ze eigenlijk zeggen, ja, misschien doet God een wonder, misschien ook niet. Soms doet God een wonder. En soms moet je net als de apostel Jacobus onthoofd worden. Of Stefanus moet je gestenigd worden. Of Johannes de Doper. Ja, maar het is gewoon gaaf om te zien, als wij in geloof stappen nemen, dan gaat God wel werken. Het geloof zonder de werk is dood. Als wij geen stappen nemen in geloof, dan blokkeren wij geloof ik ook het werk van God. En ik denk dat de mooie les is. Mag ik nog iets zeggen? Ja? Wat mij heel erg aansprak was dat zij eigenlijk helemaal niks hebben gedaan. En dat het lijkt alsof hun hele leven ten onder gaat. Ze worden weggevoerd, ontvoerd. Ze komen ergens anders terecht. Nou ja, ze komen op zich wel op een goede plek terecht. Maar als je het echt bedenkt dat zoiets met ons zou gebeuren, nou, dan zou ik in zak en as zitten. En dat zou vreselijk zijn. Maar je ziet dat God het gewoon... Hè, dat is gewoon Gods plan, dat hij hen daar brengt. En ook al krijgen ze andere namen, dat maakt het allemaal niet uit. Want God heeft gewoon een plan. En ja. Ja, dat vond ik wel heel mooi om dat zo te zien. Omdat je heel vaak zegt over bepaalde dingen. Oh, God kan dingen ten goede keren. Of inderdaad, als je zelf iets doet, God kan... Of als je in geloof dingen doet, wat jij net zegt. Dan, ja. God gaat iets doen. Maar hier hadden zij verder helemaal niks mee van doen. Ze werden gewoon meegenomen als jonge mannen. En dat was gewoon... Nou ja, in ieder geval, ze namen de stap in geloof om in ieder geval zich niet te besmetten met voedsel. Dat is het enige wat ze gedaan hebben. Maar ja, dat is ook nogal een stap, wetend dat die koning je misschien om kan brengen. Of degene die het verzoek in willen. Maar ja, dat is inderdaad ook zo. Ja, het lijkt allemaal gewoon complete chaos. God is out of control. Maar we hebben de profetieën gezien die het al lang voorzegd hadden in die eerste verse. God is altijd volledig in controle. Ook nu, op dit moment, in Nederland, in de wereld, het lijkt chaos. En de kerken lijken leeg te lopen, maar God is nog steeds in controle. Dit was ook een tijd waarin in Israël gewoon totale lauwheid was. Waar mensen eigenlijk, waar geestelijk gewoon bar klimaat was. Maar in alle periodes heeft God nog steeds mensen die hem trouw zijn. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, zorg dat jij bij die trouwe mensen hoort, hè, die God in alles willen volgen.
En de laatste zin, die is niet geheel onbelangrijk. Vers 21. Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Ja, normaal gesproken zijn dit van die zinnen waar ik even overheen lees. Denk, nou, het zal wel. En dan lees je weer verder. Maar toch staat hier wel een statement. Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Als je kijkt wat voor tijdspan hier overheen zit, dan kom je dus tot de conclusie. Hij is 70 jaar. Is hij blijven werken in het hof van de koning, in het paleis. Alleen die koningen, die verwisselden steeds, zeg maar. Alleen hij bleef elke keer staan. Ja, ik had nog een paar... Veel, maar even vragen, ja? Want het eerste jaar van koning Kores, dus was ook het jaar dat Ezra weer teruggaat naar Israël. Ja, dat klopt. Is er iets bekend of Daniel meeging? Want dat fascineert me dan. Hij blijft tot dan bij... Ja, volgens mij staat er wel een Daniel tussen. Alleen ja, het is niet met zekerheid te zeggen of het dezelfde is natuurlijk. Hij is ook al een oude gast natuurlijk. Hij is een oude meneer. Oude meneer. Respect voor ouderen. Respect. Ja. Nee, maar, het is wel toevallig dat hij precies in het jaar dat Ezra teruggaat... Ja. Dat hij dan niet meer bij de koning is. Ja, en het ene boek eindigt en meteen wordt het volgende boek weer opgepakt, inderdaad. Ja. Ik weet niet of hij als hoogbejaarde man nog mee teruggaat. Of dat hij zoiets had van... Later maar een keer nagaan. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat dit een toepasselijk vers is. Niet de eerste keer dat je het hebt gezien, maar... Ik roep u toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dat is wat deze mannen in de praktijk brengen. Hun lichaam stellen als een levend offer. Ze zijn bereid te sterven. Koste wat het kost, zullen we laten zien. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, ik heb nog een paar toepassingsvragen. Geef jij het beste aan God? Of geef je het beste aan de wereld? Geef je het beste aan God of de wereld? Verandert de wereld jou of verandert de wereld door jou? Ja, als God aan het werk is. Omstandigheden behoren jouw relatie met God niet te bepalen. En ze moesten natuurlijk wel door een heel proces. Maar zij lieten hun omstandigheden... ze lieten hun relatie met God niet bepalen door hun omstandigheden. Ik denk dat we een mooie les zien. Zoek wijsheid en respect bij mensen om gunst te vinden. Die kunnen we ook vragen aan God natuurlijk. En we zien ook God zegent gehoorzaamheid. Is het niet nu, dan wel in de eeuwigheid. Dat is schatten verzamelen in de hemel. Ons loon zal groot zijn als we hem gehoorzamen.